Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Het is alweer even geleden, ik ben ook met van alles bezig geweest en zo de afgelopen tijd. En het is nog altijd wel best druk, ik ben nog altijd met heel veel bezig. Zoals dat jullie zien, draag ik ook weer een trui. Want het is weer frisser buiten, hopelijk zijn de hittegolven nu voorbij. En ja, ik ben ook wel heel erg blij dat het terug wat frisser is buiten. Dat is meer mijn ding, zoals jullie weten. Ik heb graag dat het wat fris is. De regen en zo, daar hou ik van, daar heb ik al over verteld. Maar waar ik het vandaag even over wil hebben, dat is dat er ondertussen weer een hele mooie draak in beeld is aangekomen voor mij. Ik ga hem even laten zien aan jullie. Deze. Een heel erg mooie groene draak in beeld. Een aardedraak wordt deze ook wel genoemd. En mijn lievelingskleur, groen. Ik heb ook een trui aan met die groene kleur. En ja, Katelijnen heeft deze draak dus voor mij gemaakt. Een draak in beeld, een opdracht. Dus ik heb gezegd dat ik graag aan het thema aarding wil werken. En heel erg met de natuur ook wel wil verbonden zijn. En dat ik graag zou hebben dat deze draak een mooie groene kleur krijgt. En dat heeft zij dus voor mij gemaakt ondertussen. Hij is heel erg mooi aangekomen. En hij is van harte welkom. Ik ben heel erg blij dat hij er is. Heel erg mooi. Dus deze komt ook op mijn drakenaltaar terecht. Ik heb een drakenaltaar, die heb ik in sommige video's al laten zien aan jullie. Daar staan al mijn drakenbeeldjes op, mijn drakenboeken. Mijn drakenorakelkaarten die ik heb. En ja, dit beeld komt er natuurlijk ook bij te staan, bij de grote drakenfamilie. Dus ja, ik ben heel erg blij dat hij hier aangekomen is. Het is echt heel erg mooi gemaakt, zoals jullie ook wel hebben kunnen zien. En ja, ik kwam mij ook wel heel erg veel rustig bezig de laatste tijd. Dus ja, de maand september is begonnen. Dus er komt ook weer heel erg veel op tv van de programma's, films, series die ik graag zie. Dus dat ben ik ook weer allemaal terug aan het volgen. De zomermaanden zijn voor mij altijd heel erg rustig. Dan is er weinig op tv. Ik ben dan meer... ik heb dan niet zo vaak niet veel te doen. En dan met die hittegolven, dan word ik altijd super, super lui ook. Maar nu september terug is begonnen en zo, heb ik het weer wat drukker. Zijn er weer veel meer leuke dingen waar ik mij mee bezig hou. Maar ik zal wel regelmatig natuurlijk nog wel iets tegen jullie komen zeggen. Zoals één keer per week of twee keer per week dat ik wel een filmpje zal opnemen voor jullie. Om jullie te melden waar ik nogal mee bezig ben. Vooral over de spirituele onderwerpen en thema's maak ik dan veel filmpjes. Dus er een mooie bestelling is aangekomen van een nieuwe orakelkaart, van een beeld, een kristal of zoiets. Of, dat deel ik natuurlijk allemaal heel erg graag met jullie. Ook waar ik voor de rest mee bezig ben en zo. Ik probeer jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Dus ja, en ik hoop natuurlijk dat het met jullie ook allemaal heel erg goed gaat. Dat jullie ook een heel erg fijne tijd beleven. En dat jullie ook natuurlijk een heel erg mooie maand september hebben. Dat het voor jullie allemaal ook een heel erg leuke maand wordt. Ja, dat wens ik jullie allemaal natuurlijk heel erg toe. Ja, dus ik wou graag even mijn nieuwe draak in beeld laten zien. Volgende week komt er trouwens een bijwastekening aan. Dat is ook zoiets heel speciaals. Het is de eerste keer dat ik dat trouwens bestel voor mezelf. Zijn mensen die bijvoorbeeld je ook een afstemmen op de energie van de persoon die het aanvraagt. En dan op gevoel de kleuren uitkiezen. Wat bij die persoon zou passen. En dan maken ze zo'n veel kleuren mengen bij elkaar op een tekening. Dan gaan ze er met een strijkijzer over. En dan uiteindelijk heb je een heel erg mooi resultaat. En dan lezen ze de energie van de tekening die volgende verschijnt. En dat wordt dan opgestuurd naar die persoon. Dus voor de eerste keer dat ik zoiets bestel. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er zoal verteld wordt over mij via die tekening.
En die zal ik natuurlijk ook aan jullie laten zien dan volgende week. En de uitleg voorlezen aan jullie. Dus ja, tot gauw, tot snel. Heel erg bedankt om mijn video's te volgen. En ik wens jullie allemaal nog heel erg veel moois toe. En heel erg veel liefs van mij.